Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Thomas Bakker, ik denk dat je blij bent op jouw collega-verdedigers en Sander Daanens vandaag. Ja, sowieso. Ja. Ik denk sowieso dat de laatste wedstrijd supergoed staat. Maar als je vorige week zo hard, zo ook met name achterin, zo hard hebt geknokt zeg maar, voor een punt daar. En nu eigenlijk zie je dat de wedstrijd weer een beetje hetzelfde kantelt in die slotfase. En nu trek je hem wel over de streep. Ja, natuurlijk, daar ben je super blij met elkaar en ook trots dat we dit voor elkaar weer krijgen. Ja, eerste helft speel je heel goed. Hè? Dan heb je bijna niks te doen als verdediging. Alleen maar op de helft van Una. Was dat lekker om te voetballen? Ja, tuurlijk. Ja. Wat we in de eerdere wedstrijd ook hebben gezien, dat ze heel vroeg druk op ons zetten. En dan is het toch lastig om te laten zien wat wij ook in balbezit kunnen. En natuurlijk, we willen ook graag laten zien wat we kunnen. En eigenlijk, dit lag ons wel. We waren beter dan Una. Alleen tweede helft, dan moet je eigenlijk gewoon die wedstrijd in het slot gooien. En dan maak je het zelf helemaal niet zo moeilijk meer op het eind. Maar eigenlijk slaat het ook best wel om, hè? Want Una die had nog wel aardig wat kansen aan het eind van de tweede helft. Ja, klopt. Maar ja, dat weet je ook. Weet je, als 2-0 ontstaat, dan hoort het eigenlijk gewoon klaar te zijn, die wedstrijd. Dan moet je het onder controle houden en dan speel je hem gewoon uit. Maar ja, na die 2-0 juist van ons, begon hun sterker. En dan valt die 2-1 en dan weet je dat ze gaan komen. En ik denk dat we daar met z'n allen weer de meeste rare acties voor die goal allemaal uithaalden. Maar ja, uiteindelijk ging er niks in en het verdienst van ons. Ja, wat wel gek was, die 1-1 of die 1-0 van HHC, wat gebeurde daar? Heb je dat gezien, wie de bal erin schoot? Het was natuurlijk aan de andere kant van het veld. De 1-0 van ons. Ja. Volgens mij een verdediger van hun gewoon. Volgens mij kreeg hij hem op zijn rug of op zijn been, ik weet niet. In ieder geval, ik stond eerst de paal, hij ging over mij heen. Koos werd geduwd, dus die raakte hem ook niet. En op een gegeven moment zag ik hem erin. Dus maakt voor ons niet uit, denk ik. Nee. En uiteindelijk is het dan geluk waardoor je niet die tegentreffer krijgt in de slotfase? Of is dat gewoon kwaliteit? Ik denk dat er al heel veel over kwaliteit is gezegd. En dat ga ik nu dan ook doen. Ik denk dat gewoon kwaliteit is dat wij deze wedstrijd winnen. Dik en dik verdiend. Ja. Nog twee nieuwe spelers erbij. Waarschijnlijk naar de winterstop. Ken je ze? Ik weet wie ze zijn. Als voetballers, ik heb ze niet vaak gezien. Maar ik ben benieuwd. Ze kunnen zich laten zien. En ik denk zeker dat versterkingen voor ons zijn. Dus laat ze maar komen. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.